vanochtend te mogen zijn. Vanochtend op tijd uit bed, 7:15 in de auto en ja, toch wel lekker ontspannen hier naartoe gereden vanuit Leeuwarden. En ik moet ook de hartelijke groeten van mijn vrouw overbrengen, Joke. En ja, vanochtend mag ik gaan spreken over een van mijn favoriete gedeeltes in de Bijbel. En dat gaat over de verheerlijking op de berg. Als de Messias in heerlijkheid verschijnt. En dit moet ik eigenlijk ook nog direct even tot u zeggen vanochtend. En dat is het volgende. Straks als wij elkaar verlaten en ik sta bij de uitgang, dan zal ik u wel groeten uiteraard, maar schud ik liever geen hand en ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Goed, dat is het pak van mijn hart, dat is weg. Dan kan ik me nu goed richten op de prediking van vanochtend. Als de Messias in heerlijkheid verschijnt. Een schitterend gedeelte en ik heb het al gezegd, een van mijn favoriete gedeelten uit het woord van de Heer. Laten we met elkaar gaan bidden voor de opening van het woord. Ja, liefdevolle Vader, we zijn zo dankbaar dat we hier vanochtend bij elkaar mogen zijn. We danken u, Heer Jezus, dat u in ons midden bent. En dat u ons wil opbouwen door uw woord en door uw Heilige Geest. Heer Jezus, het gaat enkel en alleen om u. We bidden dat u groot gemaakt mag worden in ons midden vanochtend. Maar ook in ons persoonlijk leven. Heer, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest. En dat we vandaag, vanochtend weer bemoedigd en gesterkt naar huis mogen gaan. Heren, we stellen ons in alle afhankelijkheid van u op. Als u het niet zegent, zal er ook niets van uitgaan. Heer, we danken u. We danken u, Heren, voor uw woord, de Bijbel. Uw woord is de waarheid. En u wil vanochtend tot ons spreken. En daar danken wij u voor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen en we gaan naar Matteüs. Matteüs 16 vanaf vers 27 en dan gaan we door naar hoofdstuk 17 vers 1 tot en met 8. Maar we beginnen in Matteüs 16 vanaf vers 27. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Wat heb ik dit toch altijd een moeilijk gedeelte gevonden. Het heeft lang geduurd voordat ik begreep wat hier stond. En op een gegeven moment begreep ik het. Wat de Heer hiermee bedoeld heeft. En dat vinden we namelijk in het volgende hoofdstuk. En daar is waar ik straks ook over zal gaan spreken. De verheerlijking op de berg. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Luister naar hem.
En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opensloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u hebt gezien, totdat de Zoon des Mensen is opgestaan uit de doden. En dan nog een klein gedeelte in Matthäus 1, Matthäus 1 vers 1. U zult straks ook begrijpen waarom ik dit lees. Iets waar je zo gemakkelijk overheen leest, maar wat zit er toch in diepte in? In dit korte gedeelte wat ik u nu ga voorlezen. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Je leest er zo makkelijk overheen. Maar wat zit er een diepte in wat hier staat? Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Het Matthäus-evangelie is ten eerste voor het Joodse volk bestemd. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Dat het Matthäus-evangelie ten eerste voor het Joodse volk bestemd is. Het wordt daarom ook wel het Joodse evangelie genoemd. Het is geschreven om aan te tonen dat Jezus Christus, de beloofde koning, de beloofde Messias van Israël is. Matthäus kan niet vreugdevoller beginnen dan met de woorden Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Daar is eigenlijk alles mee gezegd. Want hij is de beloofde Messias. Hij is de beloofde gezalfde, de Christus van Israël. De zoon is in de Bijbel de erfgenaam. Zoon van David, zoon van Abraham. Jezus Christus is erfgenaam van wat God aan Abraham heeft beloofd en wat de Heere God aan David heeft beloofd. Aan Abraham is de landsbelofte gedaan en aan koning David is een eeuwig koningschap beloofd. Deze woorden vinden uiteindelijk hun vervulling bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zoon van David, zoon van Abraham. God heeft Abraham een land beloofd. En Israël zal in vrede wonen als de Messias is teruggekomen. Het land is van onze Heer Jezus. Zoon van Abraham. Daarom is het ook zo belangrijk dat het Joodse volk haar Messias vindt. Dan worden ze mede-erfgenamen van het land Israël. En wat heeft God gezegd aan David? Een eeuwig koningschap. Als Jezus komt, komt dat koningschap er voor Israël. Dan zal hij dat koningschap voor Israël herstellen. Maar lieve mensen, we leven nu nog in een andere tijd, in die van genade van de gemeente. Maar er komt een andere bedeling als Jezus komt, die van het koninkrijk. Toen de Heer Jezus op de berg verheerlijkt werd, zagen Petrus, Jacobus en Johannes een profetisch vooruitblik. Ze zagen een profetisch vooruitblik van de glorie van de koning in zijn koninkrijk. Even mochten ze de Heer Jezus zien zoals hij bij de Vader was, voordat hij aan de mensen gelijk werd. Even mochten ze hem zien als zoon van God. Op de berg verscheen de Heer Jezus, veranderde de Heer Jezus als zoon van God en werd de heerlijkheid van de Vader zichtbaar. En al dit buitengewone
maakt van deze rijke gebeurtenis een van de meest indrukwekkende gedeelten uit de Bijbel. Lieve mensen, dit is een van de meest indrukwekkende gedeelten uit het woord van de Heer. De verheerlijking op de berg. Sta maar eens bij stil wat daar heeft plaatsgevonden. Immers Mozes en Elia verschenen er ook. En ze verschenen daar niet zomaar. Zij verschenen daar ter bevestiging dat Jezus de beloofde Messias is. Dat Jezus de beloofde koning der Joden is voor Israël. Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Hij is de erfgenaam. Als we uitleg willen geven aan dit schriftgedeelte, dan is het belangrijk dat we ook het voorgaande hoofdstuk lezen. En we hebben daarvan met elkaar net een kort gedeelte gelezen. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader en met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden, hebben we gelezen. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan. Niet allen, nee, sommigen. Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben gekomen in zijn koninkrijk. De drie zijn daar getuigen van geweest bij de verheerlijking op de berg. Deze drie discipelen. De NBG 51 vertaling, die zegt het als volgt. Voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Ik vind dat heel goed vertaald. In zijn koninklijke waardigheid. Zij hebben de Heer Jezus gezien op de berg in zijn koninklijke waardigheid. Ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. De vervulling van Jezus' woorden vond dus plaats bij zijn verheerlijking op de berg. Niet met Pinksteren, zoals sommigen denken. Nee, er zijn sommigen van hen die hier zijn, die de dood niet zullen proeven, voordat ze de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. Zij zijn hier getuigen van geweest, bij de verheerlijking op de berg. Immers alle discipelen zijn gestorven. En slechts enige van hen hebben de Heer Jezus mogen zien, in zijn koninklijke waardigheid bij de verheerlijking op de berg. Beeld u eens in wat zich daar heeft afgespeeld, bij die verheerlijking op de berg. De glorie van het koninkrijk van God. Het was even zichtbaar. De glorie van Gods koninkrijk. Het was even voelbaar en tastbaar. Toen de Heer Jezus in gedaante veranderde. Daar op die berg. Deze schitterende gebeurtenis geeft ons ook een profetisch vooruitblik naar de komst van de koning bekleed met majesteit en macht. De Heer Jezus zal wederkomen met majesteit en macht. Hij zal geheel anders komen als bij zijn eerste komst. Toen kwam hij als lam. Hij kwam toen om geslacht te worden. Als Jezus wederkomt, zal hij komen als de leeuw van Juda. Hij komt ook niet terug als knecht. Nee, hij zal terugkomen als rechter en koning. En de Bijbel zegt, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Voor ons is hij die troon van genade. Bij de opname van de gemeente. Maar als de Heer wederkomt, dan komt hij terug met majesteit en macht. Dan komt hij terug om te regeren.
En ik kan u één ding vertellen, dan wordt het stil hier op aarde. Iedereen zal dan naar hem moeten luisteren. En er zal vrede komen onder zijn heerschappij. In Openbaring lezen we ook, in de hoofdstukken 6 tot en met 19, dat zijn openbaring en inbezitneming van de aarde niet onopgemerkt zal blijven. Het zal uitlopen op een grote climax tussen Satan en de Heer Jezus in de hemelse gewesten. Een vreselijke periode waarvan de laatste 3,5 jaar het zwaar zijn. Dat zijn de tekenen van de eindtijd. Immers, de opname kan elk moment gebeuren. En daar hoeven geen vervullingen aan vooraf te gaan. En toch, als we kijken naar het wereldgebeuren, gebeurt er heel veel. Er wordt de wereld klaargemaakt voor wat allemaal moet gaan komen. De openbaring van de antichrist, een nieuwe wereldorde. Maar weet u, uiteindelijk zal Christus met een nieuwe wereldorde komen. In het Messiaanse Rijk. En al dat andere moet gebeuren. En we kunnen het ook niet tegenhouden, lieve mensen. Het zal gebeuren. Als Jezus wederkomt, zal Hij zelf met de oplossing komen. En wat staat er in Matteüs 24? En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien als Hij op de wolken van de hemel komt met grote macht en heerlijkheid. Met grote macht en heerlijkheid. En ook dan zal Hij verschijnen op een berg in heerlijkheid. Vlak bij Jeruzalem, op de Olijfberg. Toen Hij voor de drie in gedaante veranderde, straalde zijn gezicht als de zon en zijn kleding werd wit als het licht. En de zonneglans van zijn aanblik is een prachtig beeld van zijn toekomstig heerschappij hier op aarde. Als Hij met recht en met gerechtigheid zal regeren. Niemand hier op aarde zal met recht en gerechtigheid kunnen regeren. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één, zegt het woord van God. Er is niemand die goed doet. Allen zijn afgeweken en derven de heerlijkheid van God. Als u uw vertrouwen op Trump heeft gesteld, nou, dan bent u beschaamd uitgekomen. Er is maar één die ons niet zal beschamen. Er is maar één die ons niet zal teleurstellen. En dat is de Heer Jezus Christus, lieve mensen. Weet u, als de Heer Jezus terugkomt, dan zal Israël niet meer staat der naties, maar hoofd der volken zijn. Nu is Israël nog een struikelblok. En eigenlijk is Israël helemaal geen voorbeeld voor de wereld. Maar tijdens het Messiaanse Rijk zal dat geheel anders zijn. Dan zal Israël een voorbeeld voor de wereld zijn. Omdat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. Snapt u wat ik wil zeggen? Het gaat allemaal om Hem. Om de Heer Jezus. En als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt het klimaatprobleem opgelost. Dan zullen de volken de oorlog niet meer leren. De VN zal niet met goede oplossingen kunnen komen. De Heer Jezus zal met goede oplossingen komen. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Het Messiaanse Rijk. Het duizendjarig vrederijk. En de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals wateren de bodem van de zee bedekken. Laat uw koninkrijk komen, Heer. En laat uw wil gedaan worden in hemel en op aarde.
Dat is wat de wereld nodig heeft. Weet u, vergeet niet dat wij hier op bezet grondgebied leven. Wij zijn het licht der wereld, maar de duivel is nog niet gebonden. Duisternis heerst er hier op aarde. Maar weet u wat zo mooi is? Wij zijn niet van deze wereld. Wij zijn van hem. Wij zijn hemelburgers. Er heerst duisternis op aarde en er is corruptie onder wereldleiders. Soms vergeten ze zogenaamd iets. Of wordt de boel verdraaid. Ach, u kent het allemaal wel. Er is corruptie onder de wereldleiders. En dagelijks horen we in de media van geweld en van doodslag en van allerlei natuurrampen. Van de week las ik het nog in de Telegraaf. Dat er een astronomisch ruimteblok, ik geloof op een afstand van 16 miljoen kilometer, langs onze aarde is geschoten. En ze verwachten over zoveel jaar dat het zal gebeuren op een afstand van ongeveer 30.000 kilometer. En ze verwachten, de geleerden, dat de wereld uiteindelijk hier een keer mee te maken zal krijgen. Dat een astronomisch blok deze aarde zal treffen. En het zal waarschijnlijk miljoenen mensen hun leven gaan kosten. Las ik in de krant. En weet u, als ik in Openbaring lees, komen we het allemaal tegen. Ik heb het al gezegd, de wereld wordt klaargemaakt voor wat moet gaan gebeuren. Maar laten we alsjeblieft niet op de zaken vooruitlopen. Wees niet gericht op de omstandigheden zoals broeder Ron vanochtend ook zei. Maar blijf altijd gericht op onze Heer Jezus Christus. Enkel en alleen op hem. De Bijbel zegt, in de eindtijd zal de angst en de radeloosheid onder de mensen toenemen. Gaan we daarin mee? Of blijven we standvastig? En zeggen we, ik stel mijn vertrouwen op de Heer Jezus. Daarin moeten wij ons onderscheiden als christenen. We blijven rustig. Onder wat er gebeurt. We gebruiken ons gezonde verstand, natuurlijk ook. Maar we laten ons niet gek maken. Want wat allemaal in de wereld gebeurt, moet gebeuren. En we kunnen het ook niet tegenhouden. We lezen erover in Gods woord. Weet u wat ik zo mooi vind? De angst onder de mensen neemt toe in de wereld. We hebben het ook gezien nu met het coronavirus, hoe het de wereld in de greep heeft. Maar weet u, er is een totdat, zegt het woord van God. Er is een totdat, totdat Jezus komt. En als Jezus komt, dan zal de zon van gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugels, zegt het woord van de Heer. Er zal genezing zijn onder haar vleugels. Hij zal alle tranen wissen. En hij zal alle dingen wel maken. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, zegt het woord van God. De rechtvaardigen zullen stralen als de zon in zijn koninkrijk. En de duivel zal voor 1000 jaar gebonden worden. Tot die tijd blijven het turbulente tijden voor Israël. Tot die tijd blijven het ook zware tijden voor de wereld. Niet alleen Christus. Ook Mozes en Elia verschenen op de berg in hemels licht. Nogmaals, beeld u eens in wat daar zich heeft afgespeeld. Dat de Heer Jezus straalde als de zon. Dat zijn gedaante veranderde.
dat ze hem zagen in de heerlijkheid van zijn vader. Gods koninkrijk, het was even tastbaar en zichtbaar op de berg. Mozes en Elia verschenen daar ook. En de twee grote profeten spraken met Jezus. Ze spraken met de Heer Jezus daar op de berg. En ze spraken met hem over zijn sterven, over zijn lijden, over zijn opstanding en over zijn hemelvaart. Ongetwijfeld hebben ze de Heer Jezus bemoedigd. Want hij moest die zware weg gaan. Die weg van vernedering. Mozes vertegenwoordigde de wet. Hij profeteerde over een grote profeet, de Messias, in Deuteronomium 18. En Elia is de vertegenwoordiger van de profeten. En de profeten hebben de komst van de Messias voorzegd. Opmerkelijk is dat we in Openbaring 11 van de twee getuigen lezen. Kent u dat gedeelte in Openbaring 11? Van de twee getuigen. En in Openbaring 11 staat, zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Tijdens de grote verdrukking in de eindtijd, als de gemeente dus al is opgenomen, spreken zij namens God tot Israël en de wereld. Zullen dit ook Mozes en Elia zijn, die twee getuigen? Ik denk het wel. Waarschijnlijk wel. Maar laten we daar geen twistpunt van maken. Sommigen denken bijvoorbeeld dat Henoch zal verschijnen in plaats van Mozes. Opmerkelijk is dat de gerichten van de twee getuigen overeenkomen met die van Mozes en Elia. De twee getuigen hebben tijdens de grote verdrukking macht om de hemel te sluiten, moeten we eens voorstellen. De hele wereld zal weten van die twee getuigen. En ze zullen door allen gehaat worden. Want ze hebben macht de hemel te sluiten en ze hebben macht de aarde te slaan. Ze hebben macht water in bloed te veranderen hier op aarde. Weet u, die grote verdrukking zal een vreselijke periode zijn. Eerst zullen er 7 zegels verbroken worden, daarna 7 bazuinen en vervolgens de 7 schalen van gramschap. Er zal eerst een vierde deel van de wereld vergaan en later nog een derde deel van de wereld. Nou, wat wij nu in de wereld meemaken is niets vergeleken met dat, lieve mensen. Wij kunnen nu ook nog vrij van Jezus Christus spreken, zonder dat ons hoofd eraf gaat. Maar de wereld wordt klaargemaakt voor dat wat gaat komen. En hoe lang dat nog duurt, weten we niet. Het zal nog wel eens heel spoedig kunnen gaan allemaal. Bijzonder is dat bij Jezus hemelvaart twee mannen in witte kleding stonden. U heeft het vast wel eens gelezen in Handelingen 1. Jezus werd opgenomen in de hemel en er stonden twee mannen in witte kleding bij. En die twee mannen die daar in witte kleding stonden, die zeiden, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat is wat anders dan de opname van de gemeente. Hè? Dat zal in het punt destijds gebeuren. Maar als de Heer Jezus wederkomt met macht en heerlijkheid, dan zal iedereen hem zien komen. Zo zal hij wederkomen. En weet u, vaak wordt gezegd dat deze twee mannen engelen waren. Dat zou kunnen, maar dat staat er niet. Het zou kunnen. Een andere gedachte is dat het de twee getuigen waren. De twee getuigen waarvan we dus ook lezen in Openbaring 11. De twee getuigen waarvan we dus ook lezen in Matteüs 17.
bij de verheerlijking op de weg. De wegbereiders voor de tweede komst van onze Heer Jezus Christus in de eindtijd. Tijdens de vreselijke gerichten van het Lam, die laatste 7 jaar, waarvan de laatste 3,5 jaar het zwaar zijn. Er zit zoveel profetie in dit schriftgedeelte bij die verheerlijking op de berg. Bijvoorbeeld ook dit. In het gedeelte van Jezus' verheerlijking op de berg zien wij bijvoorbeeld in Petrus, Jacobus en Johannes een afschaduwing. We zien in hen een prachtig beeld van het overblijfsel van Israël bij de wederkomst. Petrus, Jacobus en Johannes zijn een schaduwbeeld van het gelovig overblijfsel van Israël bij de wederkomst van de Heer. Immers dat gelovig overblijfsel in Israël zal de Heer Jezus zien wederkomen met macht en heerlijkheid. En ze zullen hem zien verschijnen ook op een berg in de heerlijkheid van zijn Vader. Net zoals de 3 dat hebben gezien. Wat zich daar op die berg heeft afgespeeld, is zo bijzonder. Het koninkrijk van God werd even zichtbaar. Even mochten ze de Heer Jezus zien, zoals hij weder zal komen. De wet en de profeten vinden haar volheid in Christus. Zowel in zijn lijden als in zijn sterven. Als in zijn heerlijkheid. En Paulus zegt in 2 Korintiërs 1... Immers, zoveel de beloften van God er ook zijn, die zijn in hem, ja, en in hem, amen. In Jezus is het ja, en door Jezus is ook het amen. In 1 Johannes lezen we, want de wet is door Mozes gegeven. In Johannes 1, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En in Openbaring 19 staat, het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Heel belangrijk. Jullie en ook wij in Franeker zijn een gemeente die veel bezig zijn met het profetisch woord van God. We zijn in die zin bevoorrecht dat we van deze dingen mogen weten en hiervan mogen preken en leren. Maar vergeet niet, Christus is het middelpunt. Het gaat enkel en alleen om de Heer Jezus Christus. Niet om de omstandigheden, niet op wat wij zien. En als we de Bijbel naast de krant leggen, dan lezen we Gods woord en dan laten we Gods woord uitleggen wat er staat. In plaats van de krant uitleggen wat er in Gods woord staat. Het gaat om de Heer Jezus. Sommigen lezen de Bijbel egocentrisch. Ze betrekken alles op zichzelf. Sommigen hebben zoveel liefde voor Israël en lezen de Bijbel Israëlcentrisch. Het gaat allemaal om Israël. Ik lees de Bijbel Christocentrisch. Het gaat allemaal om hem. De Heer Jezus. En dat doet mij sterk staan. Dat geeft mij rust en vrede. In een wereld vol duisternis en hectiek. Weet u, als voorbeeld. In Daniël 2 lezen wij van het statenbeeld. U kent het wel, hè? Echt een schitterend gedeelte in het woord van God.
En als u Bijbelse profetie bestudeert, moet u het echt gaan lezen. Het heeft ons zoveel te zeggen, dat statenbeeld. Al die wereldrijken, die imposante rijken, die Israël hebben overheerst. Heel indrukwekkend, maar ook vreselijk natuurlijk. Maar waar is uw oog op gericht? Op dat statenbeeld of op die steen die zonder toedoen van mensenhanden losraakt? Waar zou het nou echt om gaan in dit schriftgedeelte? Om dat statenbeeld of om de Heer Jezus Christus, de levende steen en zijn koninkrijk dat komt? Laat uw oog enkel en alleen gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Petrus begreep niet wat hij zag. En dit bleek ook wel uit zijn reactie. Hij vond het geweldig dat zij daar waren en hij vroeg of zij 3 tenten mochten opslaan. Door Petrus werd de Heer Jezus op dezelfde lijn als Mozes en Elia geplaatst. Een menselijke beredenering. Velen in de wereld doen dat ook. Ze geloven wel dat Jezus bestaan heeft, dat hij een profeet was, een leraar, een goed mens. Maar de Zoon van God, of God geopenbaard in het vlees, dat geloven ze niet. En in plaats van aanbidding wilde Petrus werken. Komt ons dat niet allemaal bekend voor? Dat we liever willen werken in plaats van in aanbidding gaan? En weet u wat ik zo bijzonder vind? Petrus werd in zijn spreken onderbroken. Niet door Mozes of Elia, maar door God de Vader, die vanuit een wolk sprak. Moet u voorstellen, Petrus is aan het woord. Hij wil van alles gaan doen. Tenten opslaan, dit en dat, zus en zo. En op een gegeven moment onderbreekt God de Vader hem in zijn spreken. Vindt u dat niet bijzonder? Nou, dan word je wel stil hoor. Als God de Vader je onderbreekt in je spreken, dan kun je niet meer spreken. Dan kun je alleen nog maar luisteren. En dat is wat Petrus deed. Toen een lichtende wolk hen overschaduwde en God de Vader zelf tot hen sprak. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Dit is mijn Zoon. Luister naar hem. En ze konden ook niets anders dan dit. Vervolgens wierpen de 3 zich met hun aangezicht ter aarde. En vrees overviel hen. Want diezelfde God die tot Mozes had gesproken vanaf de berg Sinaï, sprak nu ook rechtstreeks tot deze 3 discipelen. Hun aandacht, hun blik moest enkel en alleen op de Heer Jezus gericht zijn. Niet op Mozes en Elia. Enkel en alleen op Jezus Christus. Op Jezus Christus die zoveel meer is dan Mozes en Elia. Immers de Zoon is het middelpunt in al Gods plannen. De Zoon van God is het middelpunt in al Gods plannen. In hem is het ja en door hem is het amen. Dit geldt voor de gemeente. Dit geldt voor Israël. En dit geldt ook voor de volken in het 1000-jarig rijk. In en door Jezus is het ja. Zonder hem is het nee. God heeft een uniek plan met de gemeente. En met Israël en de volken. En hij heeft een uniek plan met uw leven. Hij is een goed werk met u begonnen, zegt het woord van de Heer. En hij zal dat volbrengen tot de dag van Christus. Weet u,
corona. Je kunt ervan denken wat je denkt en van vinden wat je vindt. Eén ding weet ik, God heeft het toegelaten. En de Heer Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als de Heere God het toelaat, heeft hij daar ook een bedoeling mee. En wat heeft die corona toch een verdeeldheid gebracht onder de christenen? Sommige christenen zeggen, je moet alleen online. Anderen zeggen, tot 30 man. Wel zingen, niet zingen. We sluiten de deuren. En weet u, de duivel smult ervan. De duivel vindt het geweldig, lieve mensen. Pas op, ga er niet in mee, maar bid voor elkaar, heb respect voor elkaar. Ieder maakt zijn keus in gebed met de Heer. Tenminste, daar gaan we maar vanuit, toch? Weet u, in alle beslissingen die wij nemen, waarvan wij menen goed te doen, neem je ze met de Heer Jezus Christus. Hij is het middelpunt van alle keuzes in het leven die we maken. Hij is het middelpunt van mijn huwelijk, van mijn gezin. Hij is het middelpunt hier in de gemeente. Hij is het middelpunt van uw bestaan. Zo hoort het te zijn. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Petrus getuigt in zijn tweede brief het volgende. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, daar bij die verheerlijking op de berg. Zij zijn ooggetuigen geweest. Bij die verheerlijking op de berg. En zijn sommige van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat ze de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Voordat ze de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. En daar bij de verheerlijking op de berg speelde zich een voorproefje af van het Messiaanse Rijk. Ik sluit zo af, lieve mensen. Veel om over na te denken, denk ik. En dit is wat ik weet. We hadden het graag gezien dat het allemaal wat anders ging. Maar weet u waar ik rust en vrede mee vind? In wat Gods woord zegt. Hij is een goed werk met jullie begonnen. En hij zal dit volbrengen tot de dag van Christus. En Gods wegen zijn niet altijd onze wegen. Maar het enige wat de Heere God van ons vraagt is dit. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Ik sluit hem af met het volgende. Het is iets wat veel mensen bezighoudt. Velen vragen zich af of wij elkaar in de hemel zullen herkennen. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Zouden wij elkaar in de hemel herkennen? Bijzonder is dat Mozes en Elia direct herkend werden, terwijl zij geen tijdgenoten van elkaar waren. De drie wisten het. Dit zijn Mozes en Elia. Ze waren geen tijdgenoten van elkaar, maar ze wisten het gewoon. Dit is Mozes en dat is Elia. Ik denk dat het hieruit blijkt dat het in de hemel vanzelfsprekend is. Dat alle hemelse heiligen elkaar zullen herkennen. En hoe zit het dan met die hemelse heiligen die op aarde misschien wel mot hadden met elkaar? Ik heb er een beetje over nagedacht. Zouden ze het gaan uitpraten? Ik denk het niet. Ik denk dat ze elkaar eerder om de hals gaan. En elkaar een dikke huk geven. En zeggen, wat zijn we toch dom geweest.
Als wij in de hemel elkaar niet zouden herkennen, wie ben ik en wie is die ander dan? Dan zouden wij in de eeuwigheid vreemden zijn voor elkaar. Nee, wij zullen elkaar in de hemel herkennen. En voor velen die leven uit verwachting en die uitzien naar de opname van de gemeente, is dit een geweldige troost. Dat wij elkaar in de hemel zullen herkennen. Want spoedig, in een punt des tijds, zullen wij hem op de wolken tegemoet gaan in de lucht. En dan zal hij ons naar het vaderhuis brengen. En daar in het vaderhuis zullen we hem zien stralen als de zon. En we zullen ook elkaar zien stralen als de zon met hemels licht. De rechtvaardigen zullen stralen als de zon in zijn koninkrijk, zegt het woord van de Heer. En we zullen aan hem gelijkvormig wezen. En er zal geen strijd meer zijn tegen zonde, ziekte en dood. Paulus die zegt iets geweldigs in 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Gemeente, we hebben een geweldige toekomst. We hebben een geweldige hoop. We hebben genoeg reden om elke dag blij te zijn. Om dankbaar te zijn. Laat je niet meenemen in angst. Maar houd vast aan de Heer Jezus Christus. We hebben een geweldig toekomst. Wij verwachten de opname van de gemeente. En die komt er om ons te verlossen van de komende toorn. Dat is wat Gods woord ons leert. En tot die tijd mogen we getuigen van de Heer Jezus Christus. Maranatha, kom Heer Jezus. Amen.